En de winnaar is... Prinses Beatrix maakte maandagmiddag bekend dat Gouda de Jantje Betonprijs 2023 heeft gewonnen. De gemeente mag zich de komende 2 jaar het meest speelvriendelijk van Nederland noemen. Ja, de gemeente Gouda vindt buitenspelen heel erg belangrijk. Juist ook zo'n stad, net als Leiden, die dicht bevolkt is. Daar willen ze ook juist de kwaliteit van leven buiten de woningen goed omhoog halen. En dat doen ze echt heel goed. Met een bevlogen wethouder, met een kinderburgemeester, met beleidsmedewerkers. Ze werken er met z'n allen aan. En dat is erg effectief. Speelvoorziening maken we heel erg groen. Want dat is ook fijner voor allerlei andere dingen. Om te zitten in de schaduw en met hittestress. We zijn ook heel hard bezig om onze speelvoorzieningen inclusief te maken. Dat echt ieder kind kan meespelen. En wat we ook heel belangrijk vinden is te luisteren naar de omgeving. Dus als een speeltoestel moet worden vervangen. Dan wordt er ook gevraagd aan de buurt van wat voor nieuw speeltoestel wil je. Dus dan is de buurt er ook bij betrokken. Dan weet je ook zeker dat er wordt gespeeld. Het is super geweldig natuurlijk. Je eigen stad is gewoon de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Dus het is geweldig. En vind je het eigenlijk ook al terecht? Ik vind het super terecht. Ja? Ja. In het park, in de stad. Daar kan je wandelen, picknicken, daar kan je gewoon fietsen. Dus ja, dat is heel leuk. En doe je dat dan graag met vriendinnen? Ja, soms kan je ook gewoon spontaan naar iemand toe lopen en dan kan je gewoon mee spelen. Maar je kan ook afspreken met iemand. Dus. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton. Ze reikte de prijs uit in het stadhuis van Leiden, omdat deze gemeente 2 jaar geleden de eerste editie van de Jantje Betonprijs won.